Wetende dat ik al 20 jaar bezig ben met kanker en continu dit soort gesprekken moet voeren met artsen, is dat natuurlijk heel vervelend. Maar ik heb een soort van modus samen met mijn man gevonden. We willen namelijk absoluut niet dat kanker ons leven beheerst. Deze week kan ik er toch niks anders van maken. En kan ik dus maar beter gewoon genieten van deze week. En leuke dingen doen en dingen doen die me energie geven. Dan thuis op de bank zitten, zielig te zijn. Dus we kiezen er echt gewoon bewust voor om gewoon te leven. Ik vind het leven gewoon te leuk. Ik bedoel, als ik 's ochtends wakker word naast mijn man, ben ik blij dat ik naast hem wakker mag worden. En zijn snoet voor het eerst zie je weer. En de kus die ik krijg van mijn zoon voordat hij naar school vertrekt. De telefoontjes van mijn dochters om lekker even te gaan lunchen. Dit dansen. Er zijn juist de kleine dingen die ertoe doen. En daar geniet ik gewoon ontzettend van. En ja, als het aan mij ligt, ben ik er nog helemaal niet klaar mee.